Hij gaat verdwijnen, hè? Oh, waar? De blauwe envelop bedoel ik. Oh, dat, ja. Ja. Hoe vindt u dat? Nou, voor mij maakt het niet zoveel uit, maar voor de mensen... U betaalt nooit belasting? Nee, maar goed. Dat daar gelaten, dat hoeft u nou niet te zeggen, hoor. Oké, nou, dan knippen we dat eruit. Nee, maar voor de mensen die niet met computers en weet ik wat om kunnen gaan, is natuurlijk een ongelooflijk stomme set. Spijt me wel. Ben je een beetje vertrouwd met het internet en belastingzaken doen via het internet? Jawel. Zeker. Is dat voor u makkelijker of zegt u van nou, ik zou die blauwe envelop toch nog wel willen hebben? Nee, ik hoef die blauwe envelop niet meer. Nee, ik kan wel via internet. Maar kan u zich voorstellen dat er mensen zijn... Ja, zeker. Mijn schoonmoeder daar... Als we daaraan denken, die kan niet met een computer omgaan. Dus dat is, moet het wel op papier blijven. Of wij moeten het doen, of mijn schoonzoon. Ja. Het digitale loket, dat wordt de toekomst, hè? Ja, inderdaad. Alleen ja, dan zijn we wel heel kwetsbaar weer. Ja. En met al die cyberaanvallen, weet ik allemaal wat. Storingen, dat soort dingen. Dus dat is altijd wel wat. Want hij gaat verdwijnen, hè? Hij gaat verdwijnen. De blauwe envelop. Ja. Maar ja, ik doe alles met de computer, dus... Dus u doet alles al met de computer? Ik weet het wel. Ja. Maar kan u zich voorstellen dat heel veel mensen het lastig vinden? Ja. Inderdaad, want er zijn een heleboel mensen die hebben nog geen oudere mensen, tenminste. Ja, die interesseert het hun ook niet, hè? Nee. Dus, ik hoor het in eigen familie ook wel, maar... Wat zou dan moeten? Zou gewoon zeggen, het moet allebei blijven verstaan? Of, Zoals het nou is. Ja. En dan maar een envelop meer of minder.